Hallo iedereen, het is een speciale dag vandaag. Waarom? Ik ben jarig. Nee, dank je. Maar in ieder geval, we zijn op 11 jaar. Ja, mooi shit. We komen net aan. Ik ben nu met Marinda, Hiro, Lannertje. En Hiro, jij, de assassino. Assassino. En wie is deze trash? Oh. Ja, wie is deze trash? Het is Callister. Het gaat echt heel moeilijk worden om te vloggen vandaag. Want er zijn zoveel mooie dingen om te filmen en zo, maar het is een beetje aan het regenen. Dus als ik de hele tijd mijn camera vast hou, gaat het gewoon stuk. Dus shit. Gaat die stuk. Ja, hopen dat het straks echt stopt met regenen, want het gaat echt mis dan hoor. Maar er zijn wel echt hele coole dingen die ik nu al zie. Het terrein hier is wel echt heel... Ja. Het terrein hier ziet er heel nice uit en je kan er best wel mooie dingen filmen. Of fotograferen kan ook. Er zijn echt mensen van alle leeftijden, alle soorten, doelgroepen. Dus dat is wel cool. Het is best wel, dat zal best wel anders. Pinautomaat. Hij is voor het eerst zonder geld gekomen. Maar ze hebben een pinautomaat, dus dat is dan weer een shit, we gewoon abonneren. Oh shit. Oh shit. Dat is echt heel nice. Oh fuck. Gaat verder nu. Kijk deze trash mensen! What's good? How you doing? I'm great, how are you? That's good. Hallo jongen, alles goed? Mooi, ja. Kom hierheen. Ik wil dit horen. Christa, kom. Kom hierheen. What the fuck? Het is een rave doos, ja! Oh shit! Brengt het de rave persoonlijk naar je toe. Geef het de glow sticks! Geef het de glow sticks! Stiekem zit die doos helemaal vol met pillen aan de binnenkant. Ja, nee, want die foto's die zag er zo uit met die... Dit is echt foodcon trouwens. Overal heb je een stand met food. Overal. Dus ik denk dat de meeste merch, of nee, merch. De meeste koopjes die je hier gaat vinden op deze con, zijn legit. Gewoon gerechten, eten. En bier. En bier. Dat... Calista. Ja, inderdaad. Nee, maar echt een neiging om er gewoon zo... Wat, wil je in het water springen? Mag je doen hoor. Ben je wel op school? Doe maar, kom. Kom maar, kom jongen, doe het. Dit is wel een mooi bedoel. Wil je in het water springen? Nonnie. Nee. Oh. Fuck jou. Ik wil lachen. Ik ken dit niet. Doe maar wat cools jongen, doe maar wat cools. Ik ga hier, dit is Assassin Camp, oké? Ja, dus dit is jouw tijd om te shinen. Mijn tijd om te shinen. Ja, doe iets cools jongen. Mijn tas staat open. Maar, oh. Nou, daar ging je coole moment. Ik ga shinen, oké. Ik ga shinen! Make our dreams come true! Dus gewoon... No! No! Ik help je wel. No! Ik help je. Nee, ik vind de boom te mooi. Je vindt de boom te mooi? Was dat alweer een zwak excuus? Hij vindt de boom te mooi om te klimmen. Doe het! Tree hugger. Doe het! Je kunt het man! Oh! Dat was een disappointment. Dat was zo romantisch. Hij gaat het doen. Ja, ja, ja. Oh, dat is ook niet goed voor mijn blades, man. We zijn echt prachtige locaties hier, hoor, voor fotoshoots en dingen en zo. Meestal op komst. Film ik alleen maar vandaag heb ik ook gewoon de neiging om van veel mensen gewoon foto's te maken, want het is echt heel mooi overal en zo. Sure. Gekke player hier ook. Maar ja, het is awesome. Ja, ik moet ooit een keer met een gang gaan cosplayen. Ja. Ik wil me wel. Dat ding daar kijkt Sword Art Online. Wat? Het kijkt Sword Art Online. Hoe vind je het? Hoe vind je Sword Art Online? Nee. Ik heb niets afgekeken naar mij. Hoe vind je het? Kijk, hij is van Sword Art Online. We zijn nu dus in een soort van, ik weet niet eens hoe ik dit beschrijf eerlijk gezegd. Dit is gewoon, maar, dit is gewoon back to the middle ages. Dat. En ik stik, want Weet je waarom we hier zijn? En ze zijn hierom. Hier. En hier zijn blacksmiths, denk ik. Ik vind het wel cool, hoor. Vlees. Oh, yes. Hij doet niet zijn bietje ook niet. Heb je honger? Geen honger van. Ik heb het thuis ook zo heet. Cool. Alleen, ja, niet precies hetzelfde, maar wel door. Klinkt heel middeleeuws. Ja, totally. Goals. Oh. Oké, ik snap het. Ik snap het. Je bent goed voor de camera. Dat is de uitgang. Konnichiwa water, mensen. Ja? What the fuck? Die jongeman zijn droom was recht voor zijn ogen. Nee, echt niet, want ik heb thuis gewoon een boot die 300 keer beter is. En... Hij moest het weer verpesten gewoon. Ik wil gewoon een documentaire maken en zo, weet je? Hey, kijk de sleutel al mee. Hallo, hallo. Vermaak je een beetje? Ja, zeker wel. Mooi, mooi. Heb je squad mee? Ja. Gezellig squad. Nice. Zoals u kan zien, de bomen zijn mooi groen, maar het regent vak op. Echt kut. Als u daar naar rechts kijkt, ziet u alleen maar meer wolken aankomen en links ziet u nog een beetje open lucht. Maar ja, sinds dat de wolken vanaf die kant naar die kant komen, zijn we dus gewoon totaal genaaid. Ja, ik film. Dit is... Ik heb geen idee. Wat wil je dat ik film? Ik film gewoon de mensen. Gewoon de omgeving. Activiteit. Activiteit. Ik zie niet, weet je wat de activiteit op dit moment is? Mensen die huilen om de regen. Maar ja, dat moeten mensen zien. Ze moeten zien hoe mensen moeten zien dat het regent. Hoe iedereen suffert, behalve ik, omdat ik een paraplu heb. Lucky bitch. Paraplu en chill. Ik ga niet toe. Yo. En ik moet nog een nummertje op hebben. Een nummertje op hebben. Hey, ben je gelijk over? Ik zou zeggen. Dat was €140 volgens mij. Dit is motherfucker. Ja, kan niet vluchten voor de camera. Kan vluchten voor alles. Oh, oké. Not impressed. best wel een tijdje heen en weer. Ondertussen hebben we wat gegeten, een soort van. We willen nog meer eten, want er is zoveel eten hier. Oh, eten. Het is echt foodcon hier, maar in ieder geval. Calista en de anderen die zijn nog omkleden. Ik heb geen idee hoe lang ze nog hierover gaan doen. Maar goed, ze zijn naar zijn auto. Ze zijn gaan omkleden daar. In de tussentijd lopen wij gewoon rond, de buurt verkennen. Er is nog veel dat we niet hebben gezien. Veel mensen heb ik eigenlijk nu al gezien die ik ken. Ik had niet verwacht, ik wist niet precies wie van de mensen die ik ken hierheen zouden komen. Dus dat is chill, dat is chill. We hebben eigenlijk nog steeds geen doel. Ik denk dat ik je ook heb gespot, mensen. Dit gras is te hoog. Ja. Ik kan niet zo lang. Dat is een altar in de wild doel. YOLO. YOLO swag. Hey! Hey. Kijk, dat is een altar hier. Hey! Yo! Kijk, dit is trash. Hoi! Hoe noem je mij? Hey. Een mens. Oh my god, meer trash. Ik heb 122 foto's van haar gemaakt. Hoe lang ben je hier al? Dat is fucking veel. We zijn maar een half uurtje bezig. Dude, dat zijn veel foto's. Hallo. Hallo. Vast. Waarom? Aan de boom. Dit is niet oké. Okay. Oh nee, is van. Huh? Zie je, je wordt gecaptured in je natuurlijke habitat. Hallo. No. Ik kom op tv. Hallo. Ja, je wordt gecaptured. No. In je wilde vorm. Gelijk een feestje hier ook. Gezellig hoor. Ja, ja. Ik haat regen. Je jaagt mensen weg. Dat is normaal. Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen ik hou van regen. Hallo kinders. Hallo. Wat is dit? Dat is niet de bedoeling. Oh, dankjewel. Oké, wat? What the fuck? Sneeuw, sneeuw. Sneeuw? Het is april, het is sneeuw. Nederland kan dit. Dat is sneeuw. Nederland kan dit. Dat is niet oké. Okay. Dit weer dude, what the fuck? Weet je hoeveel keer wij zon, regen, hagel en nu sneeuw of zoiets? Snagel! Snagel! Snagel? Oké. Het sneeuwt met hagel. RIP cosplayers. Het is een nieuw soort chip. Ik zie niks meer! Speelt eigenlijk ook bij de schakel. It's time for the jazz camp. We zijn hier nu vandaag op Elfia. Ik film even voor Karel. Hi. Hi Karel. Hier is Karel. Karu2. En hoe heet jij? Peter. Ik heet Peter. Hey Peter, heb jij het naar je zin? Hij heet geen Peter. Ik zou aan de kant gaan staan. Ik heet ook Karel2. Karel2, oké cool man. Oh shit. Oh shit, oh ben je de echte kwa? White Karel. Oh, er komt een... Oh shit, er komt Peter toch. Wat was dat? Hebben jullie een idee wat ze gaan doen? Ik niet. Oh, pas op! Pas op! Oh shit. Ik heb echt geluk dat ik dit mag hebben. Dat ik dit mag filmen. Nou, dat was spannend. Karel, wat vond jij ervan? Wat vond jij ervan? Ja, zojuist. Ik haalde. Weet jij er ook bang van? Ja, ik vond het fucking fantastisch. Nice man. Kijk, sokken mensen hebben het nodig. Hi. Vertel eens wat over jezelf. Dat is van toen net. Dat is onze IS. Dat is onze IS. Doe ons op. Nou, ik denk dat dit het einde is van de jazzcam. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Hé, hij staat niet aan. Oh, ik ben net getrold. Fuck. Oké, ik zie... We hebben dus net iets nieuws ontdekt dankzij Karu2. Hij is niet Karu2! Jawel! Sietse! Ik Sietse hem niet! Hij heeft net een nieuwe gender gemaakt en dat is gender liquid. Ja, gender liquid? Wat? Hij is gender liquid. Niet gender fluid. Gender liquid. Hij kan dat. Dat is anders. Gender fluid. Nee, het is anders. Gender fluid. Hij is gender liquid. Hé, mensen, kijk. Moet ik internetargument gaan doen? Oké, ze had wc-geld. Nee, ik heb geen wc-geld gehad. Ik heb gewoon niet betaald. Ja, dat. Kijk, deze thugs, ze hebben niet betaald voor de wc. Nou, dat vind ik helemaal niet goed van jullie. Dat vind ik boel. Ben je anti-liquids? Ik ben heel... Gender liquids fobie. Ik hou van gender liquids. Ik ben tegen... Geen geduld, geen respect. Ik ben voor gender liquids. Gender liquids. Hey Ruru, ik ben Karu2. Fucking Sietse Ruru. Hey Ruru. Karu2. Jij heet Sietse Ruru. Sietse Ruru. Ik ben gender liquid. Joke. Joke Ruru. In ieder geval, kijk, daar is ook L. What a joke. Trans. Trans solid. Trans liquid. Hey. Transformers. Ik ben met deze mensen zo. Nou ja, we zijn nu eventjes een soort break gaan nemen van de fair. Want het is wel echt heel druk en er zijn heel veel mensen en je moet er gewoon de hele tijd stilstaan omdat er gewoon zoveel mensen zijn en rijen staan en zo. Dus het is wel gezellig, maar het is echt heel crowded en shit. We zijn dus nu Car and Chill. Even kijken, Joke, Marinda, Bram, Sietse en nog een paar andere mensen. Ja, die zijn dus nu, dat was het. Ja, die zijn nu dus even gaan lopen in de buurt van het kasteel verder. Wij zijn eventjes terug naar de auto van Bram. Ja, hij heeft een auto. We staan hier dus even gewoon te rusten met klassieke muziek. We hadden eventjes patat gehaald. Staat een kraampje daar ook. Ja, hadden we even patat gehaald. Nu zijn we hier eventjes even rusten. Wow! Wow! Wacht voor de dropperuur. Wow. Hij moet harder. Mooi waarschijnlijk. Peter. Nou, Bram gaat waar wij zijn, maar... En nu moet je op de grond vallen. Damn. Dit is dus de CMV. Trouwens, copyright. Oh, wacht. Nu ben ik dood. Ik weet niet hoe dit doet. Juist. We hebben dus best wel een tijdje weer rondgelopen. We waren net ook weer met een groep. Maar toen ging het ineens stilstaan, dus ik heb geen idee wat de fuck dat is, maar ik denk dat ze er nog staan. Wat ben je kwijtgeraakt? Nee? Ze stonden daar, gingen ze ineens stilstaan gewoon. Waarom daar? Toen zeiden ze van, ja, hey, kom gaan dan. Toen stonden ze gewoon stil. Staan ze gewoon al die tijd daar? Waar slaat dit op? Ik snap het echt niet, ze staan nog steeds. En nu pas zijn ze van, oh, hey. Oh, damn. Oh, ze waren weg. Heb je een nieuw mes? Nee. In ieder geval, we velen ons heel erg. Ik zei dat ik dat niet mag. Je ging dat doen! Heb ik het gedaan? In ieder geval, we velen ons fucking hard. Er is niks te doen. Het is heel mooi overal. Ik noem de jeugdfrikandaal! Oké, wat ervan? In ieder geval. Ja. Luister, weet je wat ze zeiden? Er was niks te doen. Of nou ja, tenminste, laat ik het zo zeggen. Het is heel mooi, de scenery. Voor fotografie is het super geweldig. Voor filmen zelfs. Er zijn echt prachtige locaties hier die je kan filmen. Dus eigenlijk is dat heel erg cool. Het enige probleem is dat je op een gegeven moment gewoon helemaal niets meer te doen hebt. Tenminste, stel je zou een meeting organiseren met mensen of zo, dan heb je genoeg te doen. Wat niet het geval is op dit moment. In ieder geval, ja, Calista en ik en Bram, wij hebben het wel een beetje gezien. Ik weet niet hoe de rest erover nadenkt, maar wij hebben het wel een beetje gezien. Je kan hier blijven tot 10 uur. Dat ga ik dus echt niet doen. Ja, ik vraag me echt af wat je moet doen tot die tijd. Ja. Zou ik een tweede keer komen, dan zou ik misschien betere dingen moeten voorbereiden, anders is er niks te doen. Het was een leuke experience, het is mooi, maar het is saai. Ja, maar je doet ook niet de goede dingen. Nee. Wat zijn de goede dingen volgens jou? Gewoon leuk, naar kraampjes kijken. Ik haat kraampjes. Ja, dat bedoel ik. Dat is het hem nou juist. Ja. Ik haat kraampjes. Maar, ik koop niks. Maar waarom doe je niet? Waarom doe je dan niet dingen zoals foto's maken met mensen? Ik maak de foto's. Eén foto. Oh, twee foto's. Oh, kijk, hij is rookkaart vergeten. Maar ook mensen die je niet kan gewoon aanspreken van, hé, hey, je hebt een gaaf kostuum. Ik wil geen foto's maken. Ik wil filmen. Mijn vlog... Waarom maak je dan niet zo'n cosplay video? Nee, dat wil ik niet. Film mij, ik ben belangrijk. Ja. Waar ga je heen? Ja, zij staat namelijk zelf ook 5 minuten met zijn camera naar het gezicht en zegt niets, kijkt om zich heen. Ja, ik heb zojuist met haar camera gefilmd en echt, het is 3 minuten lang alleen mijn gezicht die aan het praten is tegen anderen. Het is echt klasse gewoon. Waar gaat het ook? Helemaal nergens. Dat is algemeen bekend. Hi. Hallo. Dat ben jij weer, hè? Indrukwekkend. In ieder geval, dit is de planning voor nu. Calista en... Christa en haar groepje en Bram en zo zijn nu weg met de auto. Wij blijven hier nog even nog rondlopen en shit. Wij blijven hier nog even en daarna ga ik kijken, ja, gaat eigenlijk bijna het hele groepje hier, gaat met de bus terug. Yeah. Behalve Joke, want die wordt opgehaald. Behalve Joke. Joke is lame. Dus ja, Joke die is niet bus en chill. Ah, ik woon hier om de hoek en mijn moeder komt me halen. Dat is waar. Maar jij shitpost ook best wel hard af en toe, hoor. Ik ben alleen maar aan het shitpost. Precies. Zoveel shitpost. Dat is waar mijn leven op draait. Ja. We zijn vandaag al de hele tijd aan het memen en aan het shitposten. We zijn aan het real life shitposten. Ja, maar ik ben een real life shitpost, that me. Een lopende meme, oh my god. Hit me. Ik vind het wel echt heel groot. Ja, groen haar, ik ben Peppy, jongens. Ja, ja. Ik doe het weer. Maak je foto. Doe het. Ik lees hem 1 keer zien aan het... Wat als je met een Playboy, what the fuck? Wat is dat? Alles ziet je ook goed uit, de video's. Ja, het doet dat gewoon niet. Gewoon voor de grap dan. Van die black bars bij je ogen en mond. Stem vervormen. Waarom? Oh, en de chocomel, ja. Zo heen met jullie joker met helemaal. Dat is het laatste. Weet ik veel, kijk of die al klopt. Ik ga al kijken. 8,5. Nou, dit is zo'n beetje het einde van de dag. We hebben eigenlijk nog even gezeten en gegeten. En over anime gepraat. Heel veel over anime gepraat. Dat was best wel leuk eigenlijk. Ja. Dus dat was nice. Het is heel koud. Vaarwel. We mogen de bus in. We gaan weg. Dit is het einde van de vlog. Zeg allemaal doei. Doei. Gezellig. Oké. Fuck iedereen. Doei. Doei. Oké. Nice.